John, lieve allemaal. John, allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met de geboorte van je eerste boek, Spirit in Organisaties. Zoals je ziet zag ik het ook als een geboorte, wij hebben het niet met elkaar afgestemd. Schrijven kunnen we allemaal. Maar het schrijven van een boek is een creatief proces. Bij veel schrijvers speelt het verstand en het wetenschappelijke een prominente rol, waardoor mensen wel geconfronteerd worden met de informatie die wordt overgebracht, maar waarbij mensen vaak niet in hun hart en in hun ziel wordt geraakt. Zo niet bij Spirit in Organisaties. Het is een boek geworden, John, geschreven vanuit je ziel, vanuit jouw wezen. Tijdens dit schrijfproces ontvouwde zich niet alleen het boek, maar zag ik vol bewondering en verwondering de enorme transformatie in jou. In mooie stappen, soms met harde lessen, zag ik steeds meer dat je ging leven vanuit je hart in plaats van alleen vanuit je verstand. Prachtig. We hebben veel gelachen over de vraag hoe je dat nou eigenlijk moet doen, dat voelen. Hoe je vanuit je hoofd in je hart belandt. Je moest diep gaan. Je werd helemaal op jezelf teruggeworpen. Niet altijd begrepen, maar wel altijd blijven vertrouwen op jezelf en op je aardse en niet-aardse helpers. Soms viel je van de ene verwondering in de andere en wist je je teleurstellingen te transformeren naar waardevolle lessen. En als een godsgeschenk kwam daar Ria op je pad, die jou, zoals je zelf verwoordt, steunt in woord en daad. Lieve allemaal, zoals John de afgelopen tijd een enorm groeiproces heeft doorleefd, zo zijn we allemaal op ons eigen niveau bezig. Met veranderen, groeien en transformeren. Op dit moment maakt elk individu in een stroomversnelling een ontwikkeling door. En daarmee ontwikkelt ook onze aarde in een rap tempo. We zijn op weg naar een nieuwe tijd. Zoals je overal kunt lezen in bladen, op internet, het jaar 2012 nadert al snel. Er wordt van alles over geschreven en gezegd, maar voor mij staat vast, een verandering gebeurt niet van het ene op het andere moment. Wij zijn al jaren bezig met transformeren, of we dat nu willen of niet. Als mens worden we lichter. De sluier tussen hemel en aarde wordt dunner. En we merken dat we vanuit materiële zaken steeds meer waarde gaan hechten aan gezondheid en harmonie. Voor de duidelijkheid, er is helemaal niks mis met een mooie auto, of een mooi huis, of een goed salaris. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat we steeds minder onze identiteit ervan af laten hangen. Succes gaat niet alleen maar over een vette bankrekening, maar meer over het gevoel dat die bankrekening jou geeft. Is dat status of is dat macht, comfort of gewoon een manier om fijn te leven? Soms ook kun je dan kiezen voor een andere manier om dat gevoel te bereiken. Heel subtiel, maar voor wie het wil zien toch heel goed merkbaar, krijgen we steeds meer belangstelling voor dingen als yoga, mindfulness, reiki en andere alternatieve geneeswijzen. We worden steeds kritischer waar het gaat om aloude instituten, als bijvoorbeeld banken, kerken, artsen en regeringsleiders. Over de hele wereld zie je ook dat mensen zich ontworstelen van oude patronen en angsten. Angsten voor oude machtsstructuren die proberen alles bij het oude te laten. Want die hebben op hun beurt weer angst om de controle te verliezen. Zachtjes aan gaan onze ogen open en lopen we niet meer als matte schapen achter een kleine groep mensen aan. Neem bijvoorbeeld de vaccinatie van de Mexicaanse griep. Toen al was er een hele grote groep mensen die ervoor koos zich niet te laten inenten.
hoewel er toch ook bij een andere groep de angst er goed in zat aan het begin van die winter. Inmiddels, nu een jaar later, is hier in het Westen de dubieuze rol van de farmaceutische industrie aangetoond en kunnen we alleen maar hopen dat de overgebleven vaccinaties niet worden gesleten aan andere projecten of andere landen. Veel mensen bij mij in de praktijk of tijdens trainingen vertellen mij dat ze graag spiritueel willen worden. En ze vragen mij dan of ik hun daarbij kan helpen. Dan heb ik goed nieuws. Want we zijn het al. Wij zijn spirituele wezens. Vele van ons zijn zo druk bezig spiritueel te worden, dat we vergeten dat we simpelweg al spiritueel zijn. Met een lichaam, een geest en een ziel. Onze groei omvat dus eigenlijk niets meer en niets minder dan onszelf herinneren wie wij in wezen zijn. Dat is toch prachtig? Het sleutelwoord hierin is bewustwording. Erkenning van dat wat we zijn. Erkennen ook van het energieveld om ons heen. Ervaren dat we niet alleen maar bestaan uit een lichaam dat tastbaar is, maar dat het energieveld om ons heen, ons aura, een schat aan informatie bevat. En waar de sleutel ligt naar gezondheid en harmonie. Erkenning ook van dat we allemaal onderdeel zijn van die goddelijke vonk. En dat als we streven naar een betere en liefdevolle wereld, dat we eigenlijk op zoek zijn naar de balans en de liefde in onszelf. Het aloude spreekwoord "verbeter de wereld, begin bij jezelf." Het heeft een negatieve klank gekregen, maar het is zo waar. Als we allemaal proberen wat minder te oordelen en meer met onszelf in harmonie te komen. Wat denkt u dan dat dat voor een invloed heeft op onze omgeving? Op uw partner, uw gezin, uw collega's, uw buren en op een complete organisatie. Wat denkt u dat een vriendelijk woord, een compliment of een glimlach teweeg brengt? Dat verspreidt zich als een olievlek. En deze keer is dat niet belastend voor het milieu. Heeft u enig idee wat slechts één positieve gedachte teweeg brengt in de kosmos? Ik moet u dan even iets uitleggen over trillingen en frequenties. Wij als mens hebben allemaal een eigen unieke frequentie. Ook materie en niet andere tastbare zaken hebben een frequentie, een trilling. U kunt zich misschien voorstellen dat positiviteit als vreugde, plezier en liefde een hoge, lichte frequentie heeft. Eén die helend is voor mens, dier en aarde. Negativiteit als haat en wrok en rol heeft een zware, lage frequentie. Allemaal heeft dat te maken met trilling. De trillingen die we de kosmos insturen, hebben een rechtstreeks effect op wat op onze omgeving en op de aarde. Kunt u zich dan voorstellen wat 10 positieve gedachten doen? Stelt u zich eens voor dat uw gezin, uw familie, de straat waar u woont, het dorp, de stad, het land, Europa en tenslotte de hele aarde. Kunt u zich voorstellen als wij allemaal uiteindelijk onze verantwoordelijkheid nemen de aarde niet meer te vervuilen met onze negativiteit en oordeel over anderen, wat dat betekent, dat we liefde en harmonie de wereld insturen? We kunnen hieruit leren dat onze menselijke valkuil is. Dat als we ons zorgen maken over onze dierbaren of over schokkende gebeurtenissen in de wereld, dat we vaak kiezen voor het uiten van onze zorgen door te zeggen: de wereld gaat naar de donder, waar moet dat naartoe? Als we uitgaan van die enorme impact van de positieve gedachten en hun trillingen, kunnen we wellicht beter liefdevolle gedachten sturen naar de slachtoffers en hulpverleners. Heel veel mensen
hebben dan ook gelukkig een kaarsje verbrand of een gebed gedaan. Afgelopen week, dat is wel leuk in dit kader, las ik een spreuk. En daarin stond: bidden verandert niet de wereld. Maar bidden verandert wel de mens. En de mens verandert de wereld. Mede omdat steeds meer mensen zich bewust worden van de grote impact van de gedachten, veranderen wij en daarmee ook de aarde. De frequentie van de aarde neemt in een rap tempo toe. En dat heeft alles te maken met de nieuwe tijd waar ik eerder over vertelde. Kijk maar eens gewoon voor de grap op de site van de NASA, waar uitgelegd en bevestigd wordt wat er gaande is. Overigens is dat ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Wat ik zelf de laatste jaren heb geleerd, is dat ik een keuze heb. Natuurlijk hebben we het leven niet altijd in de hand. En we hebben niet altijd invloed op bepaalde gebeurtenissen om ons heen. Maar we kunnen wel zelf bepalen wat we er vervolgens mee doen. Focussen we ons alleen op wat er misgaat, op onze fouten, of op die van anderen? In plaats daarvan kunnen we proberen ons oordeel over wat goed en fout is los te laten. En in plaats daarvan te spreken over lessen en groei. En ook hier heb ik weer een keuze. Waar stem ik op af? Stem ik af op Radio Veronica of stem ik liever af op een andere zender? Ga op de frequentie zitten die je graag wilt ontvangen. Wil je liefde ontvangen, dan zul je eerst liefde moeten zijn. Wil je gezondheid ontvangen, dan zul je gezondheid moeten zijn. Sommigen van u zullen veel herkennen in wat ik vertel. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het heel veel vragen opkomt. Ik ben hier nog wel even, dus schroom niet om mij te vragen straks wat ik nou bedoel met zo'n